Goedenavond, welkom bij de persconferentie in de afloop van de wedstrijd Almere City FC Emmen op vrijdag 14 februari. Naast mij de beide trainers, de heren Gal en Grim. Ik geef graag het woord aan trainer Joop Gal van FC Emmen. Dank je. Ja, nou, een verschrikkelijke dreun gehad te hebben vorige week van de koploper, waar we in ieder geval niet op gerekend hadden, waren we natuurlijk wel uit op een revanche op onszelf. Want we hebben nog eens een keer zo'n wedstrijd gehad. Dat was de Graafschap uit. En daar hebben we ook niets te vertellen gehad. In de rest van de competitie zijn we altijd in de wedstrijd geweest om te kunnen winnen. En dat willen we vandaag wel rechtbreien. Maar tegen een ploeg die een goed resultaat heeft gehaald in Eindhoven. Die heeft daar waarschijnlijk ook wat zelfvertrouwen in getinkt. En dan ben je benieuwd. Hoe zo'n wedstrijd verloopt? Nou, dan ga je naar de omstandigheden kijken. Veel regen en een harde straffe wind over de lengte. En dat kan ook een ander beeld brengen dan je zelf graag wilt. En, nou, we mochten met 1-0 voorkomen te staan via een penalty. Dat kon ik zien. Ik heb het niet gezien hoe het gebeurde. Maar hij gaat er uiteindelijk wel in. En vond ook dat wij op dat moment wat bovenliggend waren in balbezit. En uiteindelijk daarna pakt Almere toch het weer op. En we leiden een groot aantal momenten voor hun in, waarin ook de goal uitkomt. Uit een corner geven we weer zelf weg. Oebelen die zo over de achterlijn schiet. En daarvoor waren we al wat weifelend. En dan zijn die ballen ongelooflijk gevaarlijk met die wind. En uiteindelijk gaat bij de tweede corner gaat hij erin. Nou, en dan is het maar afwachten wie nu de beste club gaat worden. En ik zag Almere toch wel weer iets achteruit lopen. En daar was ik niet ongelukkig mee. En we mochten daar een hele goede goal maken. Mooi assist van Guts en Bergkamp zijn tweede. Die in de rust eraf moest. Met een strakke hamstring. En dan komt er dan een hele andere scherpe spits erin. Want dat zien we ook wel op de trainingen. We hebben gewoon twee jongens die heel erg getergd zijn om het goed te doen. En dan mogen ze nu elke een helft doen. En ja, en het was gelijk al gebeurd na de goal van Banning. De dreun die wij vorige week hadden na een kwartier drie, was dit een dreun voor onze tegenstander. En met die straffe wind nu in de rug was het moeilijke voetballen voor hun om daar zich overheen te zetten. En dan mag het ook nog vier worden. Daarna vond ik het matig van onze kant. Het was meer ophouden en bekijk het maar attitude dan op jacht gaan naar de 5 of naar de 6. Nou, dat is niet, maar desondanks ben ik wel tevreden met 4-1 natuurlijk. En hebben ons gerevancheerd van vorige week. En we doen weer mee met de plekken om hopelijk aan het einde van de seizoen een toetje te krijgen. Dankjewel. Michal, dank u wel voor deze uiteenzetting. Geef nu het woord aan Fred Grim. Ja, ik denk dat het duidelijk is. Eén teleurstelling voor ons. Zeker als je kijkt naar de periode waarin we eigenlijk de afgelopen weken stappen maken. Met inderdaad een goede wedstrijd vorige week tegen Eindhoven. Die we heel goed gespeeld hebben. Zowel in balbezit als balbezit tegenstander. Goed in de duels. Heel volwassen overkwamen als team. En dan hoop je als coach, en dat merk je ook aan de ploeg, om dat door te trekken in de komende periode. Nou, dan weet je inderdaad dat Emmen vorige week een tikje op de kin heeft gehad. En dat ze natuurlijk wel met een bepaald gevoel hier naar Almere komen om revanche te nemen. Nou, dat bevestigt de trainer ook. Daar heb ik ook het team voor gewaarschuwd. En dan zal je dus moeten beginnen aan zo'n wedstrijd met het mes tussen je tanden. Scherp moeten zijn. En dan kan je niet alleen zoeken in goed voetbal, waar we normaal gesproken wel aan toekomen. Nee, dan zou je duels moeten spelen, dan zou je moeten reageren. En zeker in die beginfase, met deze omstandigheden, hele harde wind en hele harde regen, hebben we dat gewoon niet goed gedaan. Was Emmen ook de bovenliggende partij, tot het moment eigenlijk dat wij de 1-1 maakten. Toen had ik wel weer het gevoel dat we in de wedstrijd terugkwamen en dat we ook wel wat kansjes konden creëren. En dan krijg je toch vlak voor rust de 1-2 tegen. En dan zie je de kopjes naar beneden gaan. En dan heb je als trainer in de rust natuurlijk je pep talk. Geef je aan waar we het in moeten gaan zoeken. Sowieso in de duels. Het winnen van duels. En niet achteruit lopen. En dat heb ik net ook al gehoord. En zeker bij de derde goal die best wel fraai was van de kant van...
van Emmen, ja, lopen we achterin toch wel eerst achteruit, waardoor ook die ruimte ontstaat om te schieten. Nou ja, dat is 3-1 en dan voel je uiteindelijk voel je het over je afkomen. De vierde goal is denk ik typerend, een bal die 3-4 keer in onze 16 valt en waar 3-4 keer Emmen sterker is, agressiever en gretiger reageert. Nou ja, de les moet zijn van ons, zeker in dit soort wedstrijden, dat we, als het voetballen niet lukt, onder wat voor omstandigheden dan ook, dat we uit een ander vaatje moeten tappen. En dat hebben we vanavond nagelaten. Goeie les, en daar zullen we na volgende week zeer zeker iets mee moeten doen. Dankjewel. Dankjewel, Fred. Rest mij niets anders dan in ieder een goede thuisreis te wensen. Dank u wel. Dankjewel. Voor elke kans.